Check voor coins, link in de beschrijving, www.igsky.com en gebruik de code HEZE voor 8% korting. Hallo beste kijkers en welkom bij een nieuwe Squad Builder. Het Team of the Season betekent natuurlijk dat er een aantal nieuwe opties zijn die je in je team kan doen. En die heb ik zeker ook gebruikt in deze Squad Builder. Ik zal maar gewoon niks verder zeggen, behalve dat wij in de keep, in ieder geval Courtois, bestaan. Hij is een van mijn favoriete keepers, heb het al meerdere keer gezegd. Hij is altijd in staat om zieke dingen te redden. En hij staat eigenlijk altijd gewoon goed gepositioneerd om die bal te pakken. Dan gaan we over naar de rechtsback. Daar staat Danilo, de eerste keer dat ik hem gebruikte in vormversie. En ik ben er zeer over te spreken. Hij kan gewoon prima verdedigen en doet eigenlijk altijd wat hij moet doen. Ik ga hem over naar Juan Jesus. Minimum high work rate heb je echt nodig. En ik had hem voor chemistry nodig. Bovendien is hij heel erg snel. Ook staat hij altijd goed gepositioneerd zodat de keeper niet in actie hoeft te komen. Wat ook zeker een pluspunt is voor verdedigers. Dan gaan we over naar zijn compagnon in de strijd. En dat is Vincent Kompany. 6'4". Medium work rate. Hij is sterk. Hij is snel. En kan ook nog eens goed koppen. Alles wat je zoekt in een verdediger vind je eigenlijk al bij deze man. Dan gaan we over naar Azpilicueta, de linksback. De Team of the Season versie. Al moet ik zeggen dat hij niet aanvoelt alsof hij 88 verdediging heeft. Het voelt wat lager. Desondanks is het een goede linksback. En staat hij goed gepositioneerd. En kost hij maar 141k. Dus dat is niet al te veel. Dan gaan we over naar de center mid. Daar staat Ledley. Medium high work rate. Was best moeilijk om te vinden op de markt, maar ik had hem nodig om te linken met chemistry, zodat je waarschijnlijk ook kan raden wie daar in de aanval zou gaan staan. Dan gaan we over naar een bekend gezicht, dat is het Infom Guarin. Hij heeft over het algemeen zeer goede stats. High medium work rate, 8 goals, 12 assists in 24 wedstrijden. Hij is snel, hij kan goed schieten, hij kan goed passen. Goed dribbelen, hij is sterk. Eigenlijk alles wat je zoekt in een mid, heeft hij eigenlijk wel. De laatste middenvelder is Infom Hernanes. Eerstelijk zijn gewone versie, nu heb ik geupgrade naar zijn Infom. Hij is niet al te duur, kan goed schieten. Het is echt een upgrade over zijn gewone kaart. Zeker de Infom waard. En daarom raad ik ook zeker aan om de Infom variant van hem te halen. Overgaan de aanvallers. En de eerste aanvaller is Infom Quaresma. Je kan ook zijn Man of the Match halen. Die is een stuk duurder, 480k. Bovendien had ik deze als first owner. Hij speelt prima en ik had hem nodig voor chemistry. Je kan waarschijnlijk nu ook wel raden wie wij in de spits hebben staan van dit team. Het is namelijk Infom. Eigenlijk moet ik zeggen Team of the Season Jackson Martinez. 24 goals in 15 wedstrijden. Deze man is de beste spits in het spel. Hij kan goed koppen, hij kan goed schieten, hij kan rennen. Hij kan skillen, hij heeft echt alles wat je zoekt. En hij blijft gewoon voor mij de beste spits in het hele spel. Je kon waarschijnlijk de laatste speler in het team al raden, anders zie je het nu. Het is Team of the Season Bolasie. 93 pace, 81 shooting, 80 passing, 5 sterren skill moves, 4 sterren weak foot. Hij kan eigenlijk alles, daarom vind ik hem ook zo fijn. En hij stelde mij zeker niet teleur voor de 141k die hij kost. Daarom raad ik ook aan om deze speler zeker te halen als hij in je team past. Misschien moet je dan, net als ik, de hybrid variant doen, dat je dus Ledley gebruikt. Of een andere speler, ik weet zo niet hoe die man heet. Maar overgaand op de conclusie, het is een goed team, krijgt ongeveer van mij een 8. Het heeft alleen in de verdediging af en toe wat steken laten vallen, omdat Danilo af en toe uit positie staat. Maar voor de rest is het een enorm goed team en raad ik het zeker aan. Het is ook niet al te duur. En als je graag Bolasie wil gebruiken, kan je dat zeker doen in dit team. Ik wil je graag bedanken voor het kijken. Vergeet ook niet een like achter te laten als je het niet gedaan hebt. Je kan op Twitter, links in de beschrijving staan. En als je niet geabonneerd bent, kan dat ook altijd doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Later.